dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag de tweede cozy video alweer. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden tot nu toe. Het is echt vandaag een hele leuke video. Iets wat ik heel erg leuk vind. Voor als je het gemist hebt, de gehele maand november post ik 2 keer in de week een cozy video. En ja, dat is heel erg leuk, knus, warm, gezellig. Dus ik dacht, deze video past daar helemaal bij. Je zou vast denken, Floor, een adventkalender is niet per se herfst gerelateerd. Maar de inhoud, jongens, hiervan wel. Oh my god. Ik ben helemaal benieuwd hierna. Ik ga hem straks openmaken. Dit is de Janky Candle adventkalender van 2020. En Janky Candles... kaarsen, geurkaarsen, dat is heel cozy, vind ik. Lekker knus. Dus we gaan deze lekker unboxen. De Janky Candle adventkalender van 2020. Ik heb deze zelf besteld op bol.com. Hij was 51 euro. En er zitten als het goed is zulke kaarsjes in. Met allemaal wintergeuren en allemaal geuren. Ik vind het ideaal, want ja, je krijgt kleine kaarsjes. En aan de hand daarvan kun je ruiken welke je lekker vindt. En die kun je dan wellicht in een grotere variant bestellen. Dus, helemaal leuk. En hoe mooi ziet deze eruit? Ik ga het strikje open doen en dan gaan we hem lekker unboxen. Voor we gaan beginnen met de adventkalender heb ik hem in de beschrijving gelinkt. Mocht jij hem ook willen, van bol.com dus. Dus laten we snel beginnen. Heel erg leuke disclaimer. Ik heb gekeken en terwijl ik dit film is het 2 weken terug voor jullie. Maar tot nu toe is deze nog helemaal niet unboxed op YouTube. Alleen van 2017 versies of 2018, maar niet de 2020 versie. En ook niet in het Nederlands. Dus hoe leuk is dat? De allereerste. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan hem lekker openmaken. En hoe mooi ziet deze er al uit? Er komt al een hele geur vanaf. Dus ik ben benieuwd. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, ik ben Floor en ik post 2 keer in de week een video. In november dus nu cozy video's. Mocht jij benieuwd zijn wat dat precies inhoudt, kijk dan even de video hierboven. Ik zal hem even linken. En doe even dat duimpje omhoog als jij zin hebt in deze video. En abonneer op mijn kanaal, dat ga ik ook heel erg leuk vinden. En dan gaan we hem snel openmaken, want ik kan niet wachten. Het is hier dus een heel schattig strikje. En ja, die kun je zo los doen. En dan heb je de binnenkant. Oké, dit kan niet eens op beeld. Hij is zo groot, hij is zo vet. Kijk dit nou. Dit is toch leuk, dus we gaan hem snel openmaken. Let's have a look. Vakje 1, wow, die is groot. Hier is vakje 1 en hij is echt mega groot. Dus ik ga even kijken hier. Oh, jongens, ik vind dit leuk. Dit is mijn allereerste adventkalender unboxing ooit op mijn kanaal. En ik vind het helemaal leuk. Toepasselijker dan mij. Zoals deze adventkalender kon het niet worden. Wat is dit? Oh, mooi. Oh, er zit helemaal van dat schuimje zodat het niet kapot gaat. Als allereerst zit er een theelichthoudertje in. En deze is echt heel erg mooi. Hij is een beetje wit, doorzichtig. En daar zie je dus echt van die hele mooie vormpjes doorheen. En de binnenkant is goud. Dus vakje 1, een theelichthouder, vind ik oprecht heel erg leuk. Heel kerstig. Helemaal leuk. Vooral met het goud van binnen. I love it. Vakje 1 laat ik lekker open, zodat ik weet dat ik die heb gehad. En dan ga ik nu zoeken naar vakje 2. En het zit allemaal door elkaar. Dat vind ik eigenlijk alleen maar leuker. Oh, hier, ik zie hem. Het is echt een mini, dus ik denk dat het echt zo'n klein theelichthoudertje of theelichtkaarsje is. Hoe de fuck maak ik deze open? Oeh. Oeh. Wow, echt meer in de kerststemming en in de kerstgeuren komen dan deze adventkalender kan gewoon nu al niet. Oh, die vind ik lekker. Oh mijn god, dit wordt echt heel leuk. Sorry, ik ben helemaal enthousiast over deze adventkalender. Dit is een... heel klein kaarsje. Ik vind dat echt niet erg, want zo kun je tenminste de geuren ontdekken. Het is deze groenige kaars. Heel mooi. Hij heeft ook echt een beetje wit erin. Ja, hoe ga ik dit uitleggen? Hij ruikt heel erg naar de geur die ik heb. Deze van Jean-Paul Couture. Scandal. Hij is heel warm, een beetje honingachtig. Heel zwaar. Echt een kerstgeur. Helemaal lekker. Goed, vakje 3 zit hier. Deze is ook best wel groot. Oh, vakje 3 is deze Janky Candle, de Holiday Hearth Cheminée de Noël. Een hele mond vol. Oh ja, heel lekker. Deze rode kleine. Hij ruikt echt heel lekker. Ik ben benieuwd of er nog een geur komt die ik niet lekker vind.
ja, heel warm. Een warm, knus geurtje. Een beetje houtachtig. Maar deze vind ik echt heel lekker. En ook wel een beetje apart. Ja, lekker. Super leuk. Oh, heel blij mee. Dan gaan we weer naar vakje 4. Deze adventkalender ziet er trouwens toch ook mooi uit met dat rood en die gouden letters of cijfers erop. Echt heel leuk. Oh, die is ook weer zo groot. Lekker. The Glittering Star is dit geurtje. En hij ruikt een beetje ook weer heel warm en knus, maar ook heel mannelijk een beetje. Zo'n mannelijk geurtje heeft hij eraan. Heel lekker. Oh, echt top dit. Vakje 5 zit hier. En dit is weer zo'n kleintje, denk ik. Ja. En dit is een grijze. Oké. Okay. Oeh, die vind ik iets minder. Dit is dus een grijze met wit er een beetje doorheen. Dit is wat frisser. Dit is een iets frissere geur. Ik durf niet echt te zeggen een beetje pepermuntachtig of zo. Maar ook wel weer een beetje, ja, dat warme. Misschien van een beetje honing of zo erdoorheen. Dan gaan we naar vakje 6. En die zit hier. Ook weer een iets kleinere. Ik moet zeggen dat ik de afwisseling wel heel leuk vind tussen de grotere kaars en de kleinere. En dus zo'n theelichthoudertje. Oeh, nee, deze vind ik niet zo lekker. Deze is heel berry en ik hou dus niet echt, dit is echt die, je hebt ook zo'n action kaars. Die ruikt weer berry-achtig en die is heel meer zoet. Echt heel erg, dat je heel misselijk ervan wordt. Tenminste, dat heb ik. En daar ruikt deze ook na, deze rode. Goed, die was iets minder, maar voor de rest nog super lekker wel. Dan gaan we naar, waar zijn we? Vakje 7? Ja, oeh, ik zie hem al. Aan deze kant, die is wel weer wat groter. Dit, trouwens, dit klinkt trouwens zo lekker, die kartonnen adventkalenders. Oh, deze hier ben ik benieuwd naar. Ik zie het namelijk al. Cinnamon stick. Oh, dit ruikt gewoon naar kaneel. Super simpel. Heel erg lekker. Oh, heel lekker. Vakje 8 zit hier. Ook weer een rode. Ik hoop niet dat het weer zo'n berry is. Oh, ik mol hem een beetje. Ik heb iets te dikke vingers hiervoor. Ook weer heel berry. Maar het is niet hetzelfde. Kijk. Dit is echt die berry en ja, deze vind ik daar ook wel heel erg naar ruiken. Ja, heel zoet. Een beetje naar een zuurstokje. Ja, heel snoepachtig. Heel zoet. Die. Allebei trouwens. Nou, ook niet helemaal mijn geur, maar wel heel cute weer. Maar ik weet zeker dat heel veel dit wel lekker vinden. Bijvoorbeeld mijn zus vindt dit bijvoorbeeld wel lekker, maar ik hou gewoon wat meer van die warme, luxere geuren, zeg maar. Niet dat meer zoete. Dat vind ik iets te. Volgens mij zijn we bij 9. Net heb ik 8 gehad. En 9 zit. Oeh, hier. Die is heel groot. Oh, ja, ik vind dit echt geweldig. Ik vind deze adventkalender echt helemaal leuk. Dit is de geur Christmas Cookie. Oké, ik ben benieuwd. Oh, ja. Oh, dit ruikt echt naar dat deeg als je een taart gaat bakken. Een beetje naar cookie dough-achtig. Heel lekker. Oeh, dit wil je gewoon opeten. Christmas cookie. Echt heel erg lekker. Dit is zo top. Hierdoor ga je echt beseffen, oké, deze geur vind ik lekker, dus die bestel ik in het groot. Dat is gewoon ideaal. Super lekker. Oh my god. We zijn er weer bij dag 10. Een vakje 10. En waar is die hier? Dit is weer een iets kleinere. Kleine vakjes zijn best nog wel lastig open te maken. En vooral om het uit te halen. Want ja, ik weet niet of ik heb echt hele dikke vingers. Maar dus ik mol hem even. Dan zit hier een witte kaars in. Gewoon weer zo'n simpele. Ja, en die ruikt ook gewoon heel lekker. Ik vind deze heel moeilijk te omschrijven. Ik zit nu een tijdje aan te ruiken en dan weer even lang niet. Eigenlijk moet ik koffiebonen even ruiken. Want dan ruik je dit weer heel goed. Maar ik kan het niet omschrijven. Het is lekker. Ik vind het een lekker geurtje. Goed, vakje 11. Even kijken, die zit hier. Oh ja. Lekker zeg. Dit is dus een rode ook weer. Iets meer bordeauxrood. Eigenlijk heel donker. En die ruikt heel lekker naar, best wel zoet. Maar op een goede manier zoet. En daarbij een beetje kaneel toegevoegd of zo. Lekker knus weer. Het is echt een knusse geur. Sorry als mijn beschrijvingen van geuren niet echt top zijn. Maar het is echt heel lastig om geuren te omschrijven. En ik ruik het. En dan wat ik denk, dat ga ik gewoon zeggen. Het is moeilijk om deze adventkalender te laten zien. Omdat die de hele tijd helemaal zo gaat. Maar we zijn bij 11. En 11 is... Waar is 11? Ja, goede vraag. Oh, 11 hebben we net gehad. We zijn bij 12. Grapje. 12 zag ik hier volgens mij. Ja.
hier zo. Zo lekker. Christmas Magic. Alleen al die naam. Christmas Magic. Deze. Dit is Christmas Magic. Super lekker. Ja, dit is echt zo'n geur die je ruikt als je naar de intratuin of echt naar zo'n tuinwinkel gaat. Alle kerstbomen er staan. En dan ruik je echt zo'n lekkere geur, weet je wel. Zo'n, ja, die geur. Daar ruikt deze naar. Heel erg lekker. Echt naar kerst. Ja, een typische kerstgeur. Lekker warm. Vakje 13. En het leuke aan deze adventskalender vind ik dat er niet echt op veel producten in kunnen zitten. Want je kan er bijna niks anders in doen dan een kaars. Dus je weet zeker dat je iets van een kaars krijgt. Dus dat is gewoon top. Vakje 13. Ja, deze is iets frisser. Deze ruikt heel erg naar den eigenlijk. Een dennenboom. Heel lekker. Ja, lekker. Vakje 14 zit hier. Oh, mooie kleur. Licht roze. Vakje 14 is Snowflake Cookie. Zo. Zo, wow. Dit ruikt oprecht naar een cookie. Snowflake Cookie. Hij is wat frisser, maar tegelijkertijd is hij dus ook weer heel warm en lekker als een cookie dough ruikt het inderdaad. Maar dan weer wat frisser. Ja, het is zo lastig om te schrijven, maar echt, het ruikt naar een koekje. Echt naar een koekje. Super lekker. Als je dit ruikt, wil je het echt opeten. Super mooi kleurtje ook weer. Wacht, ik ga die cookie dough ook ruiken. Of die Christmas cookie en hier snowflake cookie. Ja, snowflake cookie is iets frisser, maar ruikt wel naar een koekje. En Christmas cookie is iets warmer weer en die ruikt ook naar een koekje. Dat is mijn omschrijving. Echt, als jullie het konden ruiken, ik had jullie het zo graag willen laten ruiken. Zo vet zijn als dat ooit kan of zo. Gewoon zo, hier, ruik maar. En dat jullie het dan kunnen ruiken. Maar goed, dat kan niet. Alweer bij vakje 15. En die is hier. Vakje 15 is dus weer een klein kaarsje. Oeh, apart. Heel apart. Ik weet niet of ik dit heel lekker vind. Dit ruikt heel erg naar... Ja. Dit ruikt een beetje naar buiten. Ook een beetje houtachtig. Ik hou wel van een houtgeurtje. Dus dat vind ik wel lekker. Maar ook weer een beetje apart. Maar ook weer iets zoets eraan. Ja, lastig omschrijven. Ik vind deze iets minder, maar niet vies. Dus dat is deze omschrijving van deze grijze kaars. Ja, 16. En die zit hier. Dit is ook weer een kleine. Bij de rendier. Oh, ook weer een rode. Best veel kleine rode, maar wel allemaal een andere geur. Dat vind ik best wel knap. Nou ja, die twee leken op elkaar met een beetje berry, maar hopelijk deze niet. Ja, dit is eigenlijk weer zo'n berry geurtje. Oh, dat vind ik wel jammer. Dit ruikt heel erg naar een fruitella. Ja, naar die aardbeifruitella. Ik vind het op zich wel lekker, maar zoals ik al zei, ik ben niet van de... Ja, ik hou van zoete geuren, maar dan wel een beetje zwaar zoet en niet meer zoet. Ik vind dit best wel meer zoet. Dus deze fruitella geur in het... rood. Vind ik wel weer anders dan die andere rode geuren. Want die... Wow, hij viel bijna. Want die ruikt heel erg naar die van de Action. Die berry geurkaas. En dit is toch wel echt een fruitella. Dat ruikt weer iets anders. Volgens mij zijn we dan bij 17. En die zit hier. En dit is een grote. En dat vind ik heel leuk. Oh, weer een rode. Oh, kerstig. De geur. Unwrap the magic. Unwrap the magic. Ja, lekker. Deze is ook weer iets warmer. Een beetje alsof je bij de kampvuur zit. Maar tegelijkertijd weer ook zoet. Ja, ik vind het lastig die geur uitleggen. Maar erg lekker. Ja, top. Deze kaars. Staat hier anders op wat het is? Nee, het staat niet per se op wat voor geur het heeft. Dus ik kan het niet zo aan jullie vertellen. Dus ik moet het echt doen met wat ik denk dat ik ruik. Ja, maar goed. Dat is deze. Leuke naam ook. We komen aan bij vakje 18 en die is ook weer heel erg groot. Oeh, en die is wit. Heel erg leuk. Dit is de geur Surprise Snowfall. Ook iets frisser weer. Maar tegelijkertijd ook weer heel zoet. Het is deze, hè? Ja, ik vind hem wel heel erg lekker. Deze is ook iets een beetje weg van iets mintachtig. Erg lekker. Leuk. Vakje 19. Ik ben zo benieuwd naar 25. Hier, weer een rode. Laat het alsjeblieft geen berry-achtige geur zijn. Oeh, nee, dit is geen berry-geur. Dit is ook weer een beetje kaneelachtig, best wel warm. Ja, ik vind deze heel lekker. Wat zwaarder, wat zoeter, kaneelachtig. Erg lekker.
Ik moet hier ook denken aan weer zo'n intratuin of zo die lekker ruikt naar kerstachtig. Ik moet hier heel erg aan denken. Dus deze. Vakje 20. Waar ben je? Hier. Ook een kleine. In het wit. Ik heb het gevoel dat deze witte ruikt naar die van net. De Surprise Snowfall. Ja, dit is echt identiek. Leuk. Dan heb je gewoon nog in het klein. Vakje 21 zit. Kan hem. Oh, hier. Hierboven. Ook een kleine. Weer een rode. Oh ja. Oh, deze. Deze ruikt ook naar een van die van net. Ja. In één keer. Deze ruikt naar die van Holiday Hearth. Dit is misschien wel mijn favoriet. Heel chill. Hij is dus dat warme en dat cozy kampvuurtje-achtig. Heel apart ook weer. Ik vind alle geuren allemaal heel apart. Dus daarom is het moeilijk uit te leggen. En ik vind ze lekker apart. Oeh, ik vind deze zo lekker. Oh, we zijn er bijna, jongens. We zijn alweer bij vakje 22. En die zit hier. Oh, dit is een grote. Een groene. Oh, leuk. Oh, lekker. Dit is de Singing Carols. Heel lekker. Ook weer zoet. Op een goede manier zoet. Oh ja. Ik kan het niet omschrijven. Ik vind het zo lastig. Maar echt top. Vakje 23. Weer een groot vakje. Oh ja, een grote. Weer een witte. In de geur. All is Bride. Zo. Die sterk. Deze is heel fris. Heel fris. Een beetje zuurachtig. Ja, deze is zuur. Zuur, inderdaad. Maar wel lekker zuur. Het ruikt naar een snoepje. Een zuur snoepje. Maar geen zure mat of zo. Ik weet het niet. Maar wel lekker. Het heeft ook wel iets weg van was. Linnen. Ja, het is een combinatie van fris, zuur, linnen, was. Erg lekker. Erg fris dus. Dat is deze. Heel erg leuk. Vakje 24. Is ook groot. Hier. Een hele mooie kaars. Oh, leuke naam. Christmas Eve. Oh ja. Oh, lekker. Heel lekker. Deze. Super lekker vind ik deze. Misschien is dan toch dit mijn favoriet. Goh, ik vind dit lastig. Ik vind ze allemaal echt oprecht heel erg lekker tot nu toe. Een paar iets minder, maar echt. Ik sta even om te kijken. Zoet. Zwaar zoet. Knus. Iets, ja. Erg lekker. Laat ik het daarop houden. Oké, jongens. Het allerlaatste vakje. Die zit daar. Heb ik gezien. Maar ik zit even kijken of ik alles open heb gemaakt. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Een kaars in de geur. Christmas Morning Punch. Oeh. Heel lekker. Ja, ik denk dat ik weet waar dit naar ruikt. Een combinatie van roos vissé met dubbel fris. En dan iets zwaarder. Ja, lekker. Echt lekker. Wauw, goede afsluiter. Nou jongens, ik weet niet of jullie het een beetje aan mij konden merken. Maar echt oprecht zo blij met deze adventkalender. Hier heb je nou wat aan. Dit ga je lekker opbranden. Lekker gebruiken. Niks wat je niet gaat gebruiken. Want ja, tenzij je de geur niet lekker vindt. Maar dan geef je hem gewoon aan iemand anders. Echt super leuk. Ik vond dit zo'n leuke adventkalender. Ik ben zo over te spreken. Ik heb er trouwens zelf voor betaald. Ja, ik weet niet. Alles vind ik leuk. De geuren vind ik lekker. Echt, ik word hier helemaal in de Christmas vibe. Kom ik hiervan. Ik kom hiervan in de Christmas vibe. Helemaal knus. Helemaal cozy. Wauw. Als ik moet kiezen wat ik de minst lekkere geur vind, is dat denk ik toch die berry geur. Of die ene mint geur. Ik hou niet zo van mint. Maar echt een aanrader. Ik zou zeggen, ben jij gek op kaarsen? Hou jij van kerst? Dit is iets voor jou echt oprecht. Heel blij mee. Ik zou even de adventkalender anders in de beschrijving linken. Ik heb hem dus gewoon via bol.com besteld. En ik had hem de volgende dag al in huis. Super snel. En bewaar het zeker lekker tot 1 december en ga het dan elke dag openmaken. Ik vind het jammer dat ik het nu allemaal in één keer heb moeten openmaken. Omdat ik het zo leuk vind. En het liefst allemaal weer terug doe en opnieuw ga openmaken. Maar goed,
geeft helemaal niks. Ik vond het super leuk om te filmen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Doe zeker dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor als jij geen één video nog wil missen. Donderdag komt er een nieuwe video online en die heeft hier een beetje ook hetzelfde mee te maken. En zondag. En voor de rest weer dinsdag en vrijdag. Dus dan weten jullie dat alvast. Ik hoop dat jullie dus de video leuk vonden. Ik ben helemaal in mijn nopjes. Ik ga lekker aanruiken nog een keer. En dan zie ik jullie tot donderdag. Doei doei, bedankt voor het kijken. Ik zit ze nog een keer te ruiken, hè. En ik dacht, oké, ik ga één favorietje kiezen. Ik kan niet kiezen.